Hey, het is vandaag zaterdag en zoals je kan zien ben ik weer thuis. Margot en ik zijn donderdagavond laat teruggekomen van huwelijksreis. We hebben echt een fantastische vakantie gehad, ondanks een paar dingetjes zoals met zijn rug en zo. Maar goed, dat hebben jullie allemaal kunnen zien in de vlog van onze huwelijksreis. En nu is gewoon weer het normale leven begonnen. We hebben heel rustig aangedaan vandaag. Het is al 5 uur en we waren echt super lazy. Maar dat komt ook omdat we dus donderdagavond terugkwamen en vrijdag de hele dag een bruiloft hadden van mijn stiefzus. Stiefzus vind ik altijd heel gek klinken, maar dat is wel gewoon wat ze is. Dus zo kan ik het duidelijkst uitleggen. Het was echt een prachtige dag. We hebben heel erg genoten. Maar ik was er al 's ochtends om haar op te maken. En ook haar moeder, mijn moeder. Dus ik was de hele dag weer lekker ongoing. Dus vandaag behoorlijk pittig was het om wakker te worden. Maar wat wel heel erg fijn is, is hoeven... Het is helemaal lui. Ja, heel lui. Maar wat super fijn is, is dat we vandaag echt maar voor wat kleine dingetjes naar de winkel moeten. Dus appel, yoghurt en zo. Fruit, beleg. We hoeven niet na te denken over wat we verder willen eten. En dat is zo fijn als je lui bent. Want we hebben een box van HelloFresh binnengekregen. Dit stukje in de vlog is gesponsord. Maar als jullie me langer volgen, dan weten jullie dat wij ook in de vorige woning wel eens HelloFresh zelf bestelden. Dat deden we gewoon eens in de zoveel tijd. Want je kan daar ook zeg maar je abonnement bevriezen. Dus je hoeft niet per se, je zit er dan niet aan vast. Je kan het gewoon doen als je een keer zin hebt. En wij vinden het gewoon soms heel makkelijk en ook heel erg leuk. Omdat je dan ja, eigenlijk op wat nieuwe ideetjes komt voor wat je bijvoorbeeld zou kunnen gaan eten. Dus we gaan nu eerst even die kleine boodschapjes halen. Maar als we terugkomen laat ik jullie zien welke 3 gerechten we hebben gekregen. Ze staan al in de koelkast. En het ziet er echt heel lekker uit. En vanavond, we hebben er al in uitgekozen voor vanavond. Oh, trouwens nog eventjes een mooie Polaroid foto van de bruiloft gisteren. Kijk. Leuk hè? Eentje hebben we in het gastenboek geplakt en eentje gehouden. Net zoals wat wij hadden op onze bruiloft. Hadden zij eigenlijk ook zoiets. We zijn weer thuis. We hebben wat boodschappen gedaan. Brood, kwark, dat soort dingetjes. Maar ik wilde jullie natuurlijk laten zien wat voor HelloFresh gerecht ik heb. Hierin komt je menu. We hebben gekregen kippendijreepjes met bospaddenstoelenpesto. Deze gaan we vanavond maken. Echt heel erg veel zin in. Die is toevallig ook nog glutenvrij. En hij duurt helemaal niet lang. Het is makkelijk om te maken, redelijk. En hier staan allemaal tips over hoe snel je het beste kan eten als je de producten binnen hebt gekregen. En nou ja, dan kun je gewoon precies zien wat er allemaal in zit. En hier kun je altijd zien wat je zelf moet toevoegen. En in dit geval is het echt alleen maar olijfolie, peper en zout. Het zijn eigenlijk ook altijd wel dingen die iedereen wel in huis heeft. Soms moet je het even checken. Dan hebben we ook nog de wijdingfilet met sajoerboontjes. Super lekker. Past natuurlijk ook helemaal bij Thailand waar we zijn geweest. Nou, dit is dan meer een Indonesisch gerecht. Maar goed, ook kokosmelk. En vis kom je gewoon vet veel tegen. En als laatste hebben wij ook heel lekker de zoete paprika bataatsoep. Dit is een vegetarisch gerecht. En ziet er ook echt heerlijk uit. Kan niet wachten, maar die kan je ook nog wat later eten. Eet binnen 5 dagen, dus die bewaren we als laatste. En dit is het menu van volgende week. Kijk hoe lekker en herfstig het eruit ziet. Alle 3 de gerechten zaten in deze box. Zoals je ziet, lekker compact verpakt. En hier hebben we al de 3 gerechten klaarstaan. En het is zo fijn, want het is per gerecht zit het zeg maar in 1 box. En het is heel gemakkelijk dat je niet alles eerst bij elkaar hoeft te zoeken. Maar dat je gewoon ziet van oké, dit heb ik nodig voor de soep. Dit heb ik nodig voor het gerecht met de bospaddenstoelen en de kipdijfilet. En nou ja, het past ook nog eens alle 3 perfect in onze koelkast. Ongelooflijk. Wat echt heel fijn is, is dat je ook bijvoorbeeld kan zeggen dat je een vegetarische box wil. Dus dan krijg je uiteraard geen vlees en vis. Je kan ook zeggen dat je de quick and easy box wil. Dus dat zijn gerechten die, zoals de naam al zegt, wat sneller zijn te maken en ook wat makkelijker zijn. Of je kan kiezen voor premium. Dat is extra lekker met wat meer luxe ingrediënten en zo. En je kan de boxes ook wekelijks wijzigen. Dat betekent dat je je abonnement kan stopzetten. Je kan hem bevriezen, dus je kan ja, eigenlijk een pauze inlassen. Maar wat dus heel erg fijn is, is dat de bezorging ook gewoon gratis is. Wij hadden gekozen voor zaterdagochtend tussen 10 en 1. Dus het is een marge van 3 uurtjes, wat op zich prima te doen is. En hij kwam ook echt netjes om 11:30. Echt perfect. Ik heb voor jullie in ieder geval een kortingscode met 50% korting. Dus dan kun je het een keertje proberen als het je leuk lijkt. Ik ga nu koken en ik ga deze maken. Hier hadden we het meeste zin in. Dus de kippendijreepjes met bospaddenstoelenpesto.
al zeg ik het zelf. Kijk eventjes hoe goed dit op elkaar lijkt. Ik ben trots. Het was zo makkelijk. Ook echt fijn dat die kipdijfilet al was gesneden en gekruid. Heerlijk. Nou, ben benieuwd. Ik ook. Het ruikt wel lekker, hè? Ja, ruikt heel ik had net een beetje van die pesto. Ja. Oh. Goed? Heel lekker. Heel herfstig ook. Echt nice. Super lekker vlees trouwens. Goedemorgen, het is vandaag zondag en zoals je kan zien ben ik al opgemaakt. Maar ik ben nog wel in mijn mooie Mrs. ochtendjas. Dit was het cadeau van mijn zusje en haar vriend. Plus een dagje wellness voor onze trouwdag. Echt super leuk. Marco heeft hem dus met Mister. En op de achterkant staat onze trouwdatum. We gaan zo meteen lekker naar de stad, want Marco moet nieuwe sneakers hebben en we hebben gewoon zin om even daarheen te gaan. Maar eerst heb ik een heel lekker ontbijtje van hem gekregen. Kijk. Echt gewoon husband goals. Kijk, dit zijn van die croissantjes die je moet rollen, die Dana roll. Die vind ik veel lekkerder dan gewone. Hij heeft er eentje met kaas gedaan. Eén gewoon, ik kreeg een halve sinaasappel. Ik heb sinaasappelsap. Ik heb koffie en Nutella als ik het erop wil doen. Ik heb ook mijn outfitje voor vandaag aan. Ik ga het jullie even laten zien. Het is hier echt één groot washok. Omdat we natuurlijk net terug zijn van vakantie. Maar goed. Hier is een spiegel waar ik het toch even wil laten zien. Ik heb een blazer en een broek aan van de Costes. Ik zal hem even iets lichter zetten. Want het zijn vrij donkere kleuren. Gewoon een zwart jasje zo. Die spiegel is ranzig. Oké, en deze flare krijg je altijd heel veel vragen over als ik hem draag. Maar deze is van de Costes dus van vorig jaar. Maar ze hebben wel allemaal van dit soort broeken die er wel op lijken qua model en met dierenprintjes. Dus ik zou gewoon, als ik jou was, kijken of ze dit jaar iets soortgelijks hebben. Dan heb ik een heel leuk choker kettingje met twee laagjes. Die zat bij mijn Beauty Evoke box. Ik vind hem heel cute. Misschien een beetje heftig met die oorringen. Maar ik ben gewoon weer veel meer van de sieraden. En ik vind het wel leuk omdat de outfit verder best wel rustig is. En dit is een kaki groen shirtje van de H&M. En ik wilde gewoon even lekker platte schoenen. Dus ik heb mijn Puma's eronder aan. Die passen hier altijd wel leuk bij, vind ik. Ik heb trouwens net een nieuwe parfum opgedaan. Deze die had ik opgestuurd gekregen. Van Katy Perry. Hallo, focus. Katy Paris Indivisible. En hij is echt super tof qua vormgeving. Maar hij is ook echt heel lekker. Het ziet er qua kleur uit alsof hij heel fris is. Maar hij is ook best wel warm eigenlijk. Ik vind het echt een lekkere geur. Ik ben heel slecht in het omschrijven. Maar ik zal wel in de beschrijving zetten welke geurnoten erin zitten. En dit was trouwens de doos. Die heb ik even bewaard. Want die vond ik ook heel tof. Ik moet zeggen dat ik mijn make-up look van vandaag ook wel heel mooi vind. Ik ga jullie even een aantal producten laten zien die ik heb gebruikt. Dat vind ik gewoon leuk om eens in de zoveel tijd te doen. Ik heb dit palet gebruikt. Die is echt prachtig van Revolution Pro. Het Regeneration Palette is verkrijgbaar bij Uzi Shop. Echt prachtige kleuren. En ik ben vooral gegaan voor deze. Een beetje wat meer aan de binnenkant van het ooglid. En dan deze twee gemixt aan de buitenkant. En in de arcadeboog heb ik een mix gemaakt van deze twee warme tinten. Met een heel klein beetje van het donkerbruin om het wat dieper te maken. Dus deze. Ik heb vandaag ook weer eventjes een andere blush gebruikt die ik al een tijd niet had gebruikt. Deze gebruik ik heel vaak als spiegel, het Narcissist Palette. Maar vandaag heb ik deze twee kleuren gemixt als blush. Dus deze heeft een glans en deze is mat. En het geeft gewoon een heel mooi effect. Deze blenden ook echt prachtig. En ik heb ook de highlight uit dit palet gebruikt. Die is heel mooi, zoals je ziet een beetje champagne, maar ook een beetje peachy. En hij is gewoon heel erg subtiel. Hij blendt heel mooi in je huid. Het is geen heftige streep. Ik vind het er heel natuurlijk uitzien. En op mijn lippen heb ik een vrij klassieke combi voor mij. Ik heb de lip liner MAC Soar. En ik heb MAC Mirror als lipstick. Dat vind ik gewoon, zoals je ziet, een hele fijne en mooie lipstick. En verder, ja, zijn er niet echt dingen die anders zijn dan anders die ik kan benoemen. Maar goed, dat wilde ik eventjes vertellen. Kijk, zie je die highlight? Heel mooi toch? Ik ben er wel blij mee. Nou, we zijn nu dus onderweg naar de stad. Of we zijn eigenlijk gewoon in de stad aan het rijden. Want we gaan een parkeerplekje zoeken. Want ik ga weer die app gebruiken waar ik dus ook die gesponsorde post voor ga doen. Dus we gaan lekker een stadzone opzoeken. Maar kijk even, dit is echt geen straf. Het is zo ontzettend mooi, herfstig. Echt prachtig. Super leuk om hier eigenlijk even doorheen te rijden en alle mooie panden te bekijken. Herfstkleuren te zien. We worden omgeleid, want er is een loop. Volgens mij is de singelloop al geweest, maar blijkbaar is er toch weer iets anders.
Mark met reactie. Deze trui vindt hij nog wel leuk. Ik zei pas die SM4 heb je niet. Die vindt hij wel leuk, maar hij moest voor mij ook deze broek passen. En Marco is gewoon echt alles behalve zeg maar hipster. Komt er ook echt niet in de buurt. Dus hij vindt dit soort broeken altijd zo wennen. Hij moest al heel erg wennen aan pantalons, omdat dat best wel skinny is. Ja, ik vind het dus best wel leuk staan als je dan je happy socks hebt en dan je nette schoen of zo. Maar ik snap je wel hoor, dat jij je er echt niet jezelf in voelt. En ook nog die ruit. Nee, als je er zo bij gaat doen, zie ik ook al dat het niks voor jou is. Maar hij zit niet lelijk. Hij zit echt best wel mooi qua lengte. Ja, hij zit ook echt helemaal niet slecht of zo. Jij zou hem nog wel naar je werk aan kunnen, maar... Je moet je er wel comfy in voelen. Ja. Maar die... Niet helemaal. Nee, dus nee. Ik zou maar gewoon even die trui doen en dan... Kontje. We zitten even lekker bij de Mocha More. Marco heeft de Pumpkin Spice Latte, dat is de koffie van de maand. En ik heb de White Memories ofzo, dat is de populairste hier met Noga en karamelblokjes. En deze is met espresso, dus dat is wel chill, want zijn die andere latten niet. En dit is gewoon een classic cheesecake, is die lekker? Ja, is heel erg lekker. Ja? Nice. Ik was al een hele tijd op zoek naar een donkergrijze jeans en ik ben nu bij de Pull & Bear. En ik heb er één die echt perfect zit. Dit is een high waist. Niet super high waist, maar hij zit ongeveer tot mijn navel. Het is jammer dat ik het echt heel slecht kan laten zien. Ik zet hem nu heel licht, waardoor de kleur lichter lijkt. Maar dan kun je wel de fit goed zien. Het is een 38. En ik hoef er geen riem om. Hij wijkt niet bij de rug. En hij is lekker strak bij de enkels. En ook net iets... Ja, net de goede lengte eigenlijk. Zonder dat hij dus oprolt. Ik wilde ook heel erg graag zo'n corduroy broek passen. Dus ik heb deze gepast. En dit is een hele warme kleur. En hij zit eigenlijk best wel goed. Dit was een skinny fit. Maar mij lijkt het leuker met zijn broek als je een losse fit hebt. Maar ik moet zeggen, hij ziet er wel mooi uit van de zijkant. En de achterkant, zoals je ziet. Alleen, ja, Marco zei ook al, ik zie hem hier niet snel dragen. En ik denk dat hij gelijk heeft. Het is ook net een iets te warm bruine kleur. Ik zou hem dan net iets lichter willen. Dat is denk ik voor mij beter. Maar misschien een tip voor jullie. Hij zit echt goddelijk. En hij is ook maar 20 euro. Dus zo ziet hij eruit. Zo'n corduroy broek. Ik wil jullie nog eventjes laten zien wat ik gisteren heb gekocht bij de Action of Buy eigenlijk. Het zit hierin. Als allereerste, we zagen deze knuffel en die vonden we zo geweldig. Dit is een luiaard en hij voelt zo heerlijk zacht. En er stond op vanaf 6 maanden. En ja, het is gewoon echt een geweldig ding, vinden wij. Dus wij vonden meteen dat we die voor ons neefje mee moesten nemen. Dus die gaan we binnenkort even langsbrengen. En hij is ook heel leuk, want hier zit klittenband. Dus je kan hem ook echt bijvoorbeeld overal aanhangen, zeg maar. Echt zo leuk. Die was een kleine 5 euro uit mijn hoofd. Dan hebben wij een heleboel huishoudelijke dingetjes eigenlijk gehaald. Maar goed, toch wel even leuk om te laten zien. We hebben dit om je witte was weer wat witter te maken. Soms wel lekker om het even wat frisser te krijgen. Huishouddoekjes. En toiletreinigingdoekjes. Allesreiniger. Wc-blokjes. Eentje om de kleur juist wat feller te krijgen. Geen idee hoor, die hebben we nooit eerder gekocht beide. Maar we gaan het gewoon even proberen. Dit is schimmel- en aanslagreiniger voor de aanslag bij bijvoorbeeld badkamertegels en bij de voegen en zo. En handzeep, die was ook op. Dat waren een beetje de huishoudelijke dingetjes. Oh nee, trouwens, we hebben nog wat meer huishoudelijke dingetjes. Maar eerst even wat leuks. Ik heb deze make-up koffer gekocht. Echt een enorme make-up koffer met lipkleuren, oogschaduw, bronzer, highlighter, blush, gel liners, kwastjes. Ik dacht, hoe leuk is het om deze te testen? Hij is een kleine 6 euro, dacht ik. Echt heel betaalbaar. Ik ben het bonnetje kwijt, maar ik ga de prijs opzoeken. Want ik heb deze al eerder voorbij zien komen bij andere YouTubers. Maar nu zag ik ze weer volop in de schappen en ook als cadeautip. Dus ik dacht, het is misschien leuk om dan nu daar een look mee te maken. En ik zag ook deze kwastenset die ik er echt wel heel erg tof uit vind zien. Ook met een spons en met een reiniger voor je kwasten. Een heel complete set. En ja, eigenlijk ook best wel mooi. Dus daar was ik ook benieuwd naar. Dus die heb ik ook gekocht, zodat ik dat samen in een video kan gaan testen. Dan hebben we onderzettertjes. Deze, heel simpel. Zwart met een wit printje. Focus die überhaupt hierop? I don't know. Maar goed.
We hebben namelijk van die metalen onderzetters, maar die krijgen heel snel van die vieze vetvlekken erop en vingerafdrukken. En dat vind ik er niet zo lekker uitzien. En we hebben een witte salontafel, dus ik dacht de zwarte zijn dan wel het leukst. Dan moesten we een nieuwe wokpan, want onze wokpan had zo'n anti-aanbaklaag, maar er was niks meer van over. Dus alles bleef er zeg maar aan zitten. En dit is een super mooie, want die heeft ook een handvat, dus dan kun je het heel makkelijk zo allemaal door elkaar schudden. Dus hij zag er wel goed uit. Hij kan alleen niet in de vaatwasser. Maar goed, dan moeten we hem maar gewoon afwassen. Dat is prima als we dat weten. En hij heeft ook nog eens een deksel. Dus het is best wel... Je kan hem ook een beetje als een braadpan gebruiken, denk ik. Dus best wel multifunctioneel. Dus dat is wel makkelijk. En hoe duur was die pan op? Weet jij dat nog? Die 11, 12 euro. Nou, voor een pan, daar gaan wij wel weer iets van 2 jaar mee doen. En toen zag ik dit pannetje en toen zei ik tegen Marco, dat is toch super leuk om een eitje in te bakken. Want dan wordt het iets dikker. Op vakantie konden we eitjes laten bakken. Of American pancakes-achtige dingen. Maar op vakantie konden we dus pannenkoekjes laten bakken. En dan gebruikten ze ook dit soort pannetjes. En dan wordt het gewoon zo lekker fluffy, die eitjes en die pannenkoekjes. Dus we gaan dat ook proberen. En dat was wat we hadden gehaald. En in totaal was het iets van 47 euro, alles bij elkaar. Maar goed, vooral dus ook heel veel huishoudelijke dingetjes en zo. Kijk, dit zijn de onderzetters. Ik vind het echt leuk staan op die witte tafel. Prima. En we gaan zo nog even een potje skipbo doen. En wat eten we vanavond? Vanavond, omdat we hebben 3 gerechten voor HelloFresh. En vanavond eten we geen HelloFresh, want we zijn net terug uit de stad. Dus we hebben boerenkool gekocht en we gaan lekker opwarmen. Het ruikt zo lekker. Er zit een heel schattig mini rookworstje bij iedere maaltijd. Het ruikt echt heerlijk. Die jus ook, hè? Kijk trouwens, we hebben weer een nieuw magneetje van onze reis, zoals altijd. Koulak. En hier hebben we ook nog de strip van onze eigen Polaroid foto opgehangen naast deze. Zo, we hebben even een tie ripje gepakt voor totdat de tijd dat we hem cadeau geven, kunnen we er even zo van genieten. Ik word hier toch helemaal blij van. Het is echt te hilarisch. Zo schattig. We hebben heerlijk gegeten. En Marco wil eventjes een modeshow doen. Of tenminste, ik vroeg het. Want niet alleen ik ben goed geslaagd, maar ook Marco. En mijn dingen zien jullie dus in een aparte shoplog. Wauw, ik ben helemaal overbelicht. Ik was ook overbelicht. Echt ja, waar. Het is niet mooi hier. Je moet het even daar laten zien. Maar daar is de bank. Ja, maar hier is het licht beter. Kijk, Marco heeft 2 paar schoenen. Want het was de schoenen 6-daagse. Dus het was... Tweede paar, 50% korting. Ja. Nou, de eerste die had je eigenlijk meteen, hè? Ja, dat was namelijk... Nee, natuurlijk niet die. Dat was deze. Show us. Die kan nog niet zien. Ik vond die echt, we vonden die allebei meteen heel tof. Zo mooi. Beauty. Het is een soort kakigroen kleurtje en het is van dat... Ja, niet echt suède, maar ook niet leer. Een beetje ertussenin. Volgens mij noemen ze dat nubuk, dat materiaal. Nubuk. En die onderkant is ook heel tof, omdat het niet echt spierwit is, maar een beetje retro. Ja. Heel gaaf. Doe maar aan, dan kun je het laten zien. Zal ik eens even aandoen. Stond ook heel tof met die broek die je aan hebt vandaag trouwens. Dankjewel. En hij had echt even nieuwe gimpen nodig, want hij had alleen nog eigenlijk All-Stars qua vrije tijdschoenen die nog een beetje heel waren. Ja, een beetje heel. Is wel waar, toch? Een beetje... Ja, dat bedoel ik. Maar, dus het was wel nodig. Dus eigenlijk, een goede aftrapschoen. Het is eigenlijk best goed dat het zo'n actie was. Want anders had je 1 paar gekocht en nu kun je wel weer even vooruit. Waarschijnlijk had ik er dan 1 gekocht, ja. Maar deze waren dus echt heel easy. Die had hij meteen. Hele mooie de veters ook. Die zijn wel een soort van bruinachtig. En ook dat label is van bruin leer. Ja. Maar ze zitten echt heel erg lekker. Ja, ze zijn echt heel tof. En die waren 100 euro, geloof ik, hè? Ja. Is dat zo? Ja, dat staat daar niet op, maar het staat op de doos. Staat dat? Op de doos. Ze waren allebei 100 euro, dus je hebt in totaal 150 betaald. Ik dacht dat het nee. Jawel, staat hier. Oh, ik keek bij de verkeerde. Oké, okay, je hebt gelijk. Oh, je deed natuurlijk weer de verkeerde eerst. Oké, maar die was dus heel easy, dat paar. Dat is wel mooi, hè? Mm-hmm. Echt mooi. Ik vind het zo goed. We gaan deze weer de doos in. Yes, en dan het andere paar, dat was wel even moeilijk, hè? Nou, dat is niet helemaal waar. Toen ik hem aan had, was het meteen goed. Nee, maar we hebben wel daarvoor, heb je er nog 3 andere aan gehad of zo. Ja. En toen zei... Ik ook echt op bowling schoenen, hoor. Ja. Hoewel dat op zich best leuk kan zijn. En uiteindelijk zei Marco tegen mij van, ga jij maar zoeken voor schoenen. En toen zei ik, nee, maar dat wil ik eigenlijk niet, want ik heb al heel veel. Dus toen moest ik voor hem zoeken en toen zei ik, probeer Anders Clarks. En toen
Ging hij dat proberen? Ja. Deze. En toen had jij er eentje laten zien, toen zei ik nee. Ja, ik had wat meer klassieke, bruine. En toen had ik die andere gepakt, toen dacht ik, dit zijn ze. Ja. Deze zijn navy, donkerblauw. En deze zijn net wat anders dan de klassieke Clarks, zodat ze achter ook een soort van leerstukje hebben. Maar wat super fijn is, wat ik zei tegen Marco, ik krijg zelf heel erg last van Clarks, dus ik heb mijne ook verkocht. Ja. Maar deze heeft dus, dit is dus elastisch. En yes, daar kreeg ik dus altijd blaren, maar dat heeft hij dus niet. Laat zien hoe ze staan. Deze zaten ook echt meteen lekker. Ja, maar het zijn ook heel goede schoenen. Maar ja, ik kon haar echt niet tegen hoe erg ik ze moest uitlopen. Dit is het fijne. Dit elastisch ook is. Ja, dat is echt top. Dat je hem ook echt gewoon een stuk makkelijker dan aan kan trekken. Zo. Ja, en wat bij deze gewoon zo mooi is, dat zei je zelf ook al. Deze kun je en naar je werk aan, maar ze kunnen ook gewoon in je vrije tijd. Ze zijn best wel multifunctioneel. Ja, echt heel leuk. Goed geslaagd, schot. Ja, het zat ook echt meteen lekker. En die trui hadden we al laten zien. En dan heeft hij ook nog een mooie donkerrode soort van chinobroek gekocht. Chino. Burgundy. Is dat Chino? Ja, Chino. Een hele mooie kleur. Echt mooi. Is dat nou zo'n hele leuke broek? Ja, die schoenen kunnen overal bij, maar die groene ook, want het is niet zo'n uitgesproken kleur. Ja. Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is 8:30. En ik zit hier lekker met koffie en ik ga zo even ontbijten. Ik heb een beetje moeite met opstaan, omdat het hier nog best wel donker is in de ochtend nu natuurlijk. En wij komen van Thailand vandaan waar de zon heel vroeg onderging. Omdat het gewoon heel dicht bij de Evenaar is. Maar waar de zon wel behoorlijk vroeg op was. En je merkt ook gewoon als je dan 2 weken niet hier bent geweest. Het wordt elke dag natuurlijk iets meer, of is het iets langer donker. Dat het echt een soort van gek is om vroeg je bed uit te zijn. Dus het is wel eventjes wennen, moet ik zeggen. Maar ik heb wel heel veel zin in vandaag. Om lekker mijn huwelijksreisvlog te editen. Wat mailtjes bij te werken die ik voorbij heb zien komen toen ik op vakantie was. Maar niet beantwoord natuurlijk. En ik wil ook lekker gaan filmen. Echt best wel veel zin in om gewoon weer in de flow te komen. Maar het voelde vanochtend wel heel raar toen Marco wegging. Want ja, sinds onze bruiloft zijn we eigenlijk non-stop bij elkaar geweest. Want ja, dan heb je natuurlijk de huwelijksnacht en we zijn de dag daarna op reis gegaan. Dus dan ben je gewoon echt heel gezellig met z'n tweetjes de hele tijd. En ook ja, echt best wel meestal met z'n tweeën alleen. Als je snapt wat ik bedoel. Dus dat voelt heel gezellig en intiem. En 2 weken lang en dan dit weekend ook met z'n tweeën lekker relaxen. En nu ging hij vanochtend naar zijn werk. En dat voelt dan toch een beetje leeg of gek. Maar het is natuurlijk ook normaal en goed dat het allemaal weer gewoon doorgaat. Maar dat doet me echt denken aan vroeger als ik 6 weken zomervakantie had gehad. En gezellig met mijn ouders en mijn zusje was geweest. Had ik altijd zo'n knoop in mijn maag als ik dan de dag daarna weer naar school moest. Dat is gewoon echt weer even schakelen. En nu heb ik dan wel het voordeel dat ik lekker werk in mijn vertrouwde omgeving. Dus is het iets minder. Maar wel dat ik dan nu even niet met Marco ben. Dat is toch wel gek of zo. Dus dat is even wennen. Maar goed, verder gaat het gewoon allemaal goed komen. En heb ik er zin in vandaag. Ik ben echt zo ongelooflijk excited. Want ik krijg net al mijn animaties, mijn nieuwe logo, mijn huisstijl binnen. Want dat heb ik laten ontwerpen. Heb ik jullie al een tijd terug wat over verteld. En ik ben echt mega tevreden. En nu ga ik zelf die losse elementen gebruiken om een banner en zo te maken voor YouTube. En dan binnenkort kan ik live met mijn nieuwe huisstijl. En dan heb ik ook mijn nieuwe serie. En oh, ik heb er echt zoveel zin in. De huisstijl wil ik al eind deze week gaan introduceren. En dan wil ik ook de eerste aflevering van mijn nieuwe serie plaatsen als dat lukt. Want ik wacht nog op wat animaties daarvoor. Maar als het goed is, stuurt hij ze wel op tijd naar mij toe. In ieder geval wil ik de huisstijl er wel op zetten. Ik heb net deze binnengekregen, de Aftershocks Trax Air. En dat zijn dus sportoortelefoontjes die niet echt in je oor gaan, zoals je ziet. Maar dat glijdt via het bot of zo van je jukbeen. Heel bijzonder. En die lijken me dus super comfortabel. En ik kreeg ze om ze te testen. Dus vanavond ga ik sporten en dan ga ik ze gelijk eventjes testen. Dus hij zit nu in de oplader. Ik ben echt heel erg benieuwd. Ik laat het jullie nog weten. Het is inmiddels dinsdag en ik heb er eigenlijk al een hele ochtend op zitten. Ik zit nog niet helemaal in mijn vlogritme thuis, merk ik. Maar goed, vergeef me. Ik heb een video geëdit. Ik heb weer wat aan mijn vormgeving gedaan. Ik heb een Instagram post die gesponsord is gemaakt. Nou, ik ben aardig op planning moet ik zeggen. Ik ga nu even lekker lunchen en dan ga ik daarna nog wat filmen. Ik heb een outfit aan geïnspireerd op mijn eigen herfstoutfit video met zomeritems. Mocht je die nog niet gezien hebben, ik zal hem even linken. Daar heb ik zomerkledingstukken zoals deze rok gecombineerd met wat meer herfstige items. En ik heb nu
gewoon blote benen. Het zou ook met een dunne panty kunnen, maar ik ben alleen maar binnen vandaag. Dus ik vind dit eigenlijk gewoon prima. En het staat heel leuk met bijvoorbeeld Dr. Martens. Maar ik ben nu natuurlijk lekker schoenloos. Gisteren ben ik dus gaan sporten. En ik heb dus die aftershocks geprobeerd. En die waren fijn niet te doen. Het is echt de zoveel improved versie van wat ik had van de Action. Want hij is super licht en flexibel. Dus het voelt zo aangenaam gewoon. En ik vroeg aan Marco, want in het begin is het een gek idee dat het dus niet in je oor gaat. Vroeg ik van, hoor je mijn muziek? En ik had het echt best wel hard staan. En hij zei, nee, ik hoor echt helemaal niks. Dus het is heel erg goed bevallen. Ik ben ook heel benieuwd hoe de accu nu mee zal gaan. Zo, mijn theetje is klaar. En ik heb hier een cracker met Belgische preparé en eentje met kaas. Dat ging bijna mis. Dus dat ga ik eventjes lekker opeten en drinken onder het genot van een filmpje op YouTube die ik nog moet zien, denk ik. Oh, nog één ding wel over sporten gesproken. Wauw, ik kan merken dat ik 3 weken niet ben gegaan. Ik heb echt een korte workout gedaan, een klein uurtje. En spierpijn niet te doen. Echt heel heftig. Oké, dus dan krijg je een perspakketje. Heel lief. Met een nieuwe mascara van Rimmel. Zit in een heel fancy verpakking. Kijk. Dan doe ik dit open. En dan zie ik dit. Hier zit die mascara in. En er zit dus een slotje. Wat heel leuk bedacht is. Maar ik heb zo'n vermoeden. Of ik snap het niet. Dat ze zijn vergeten om de code waarmee ik dit open krijg erbij te stoppen. Want ik kan nergens een code vinden. Dus ja. Oké. Ik weet het niet. Moet ik dit ontleden of zo en erachter komen wat de code is? Ik heb er helemaal geen geduld voor. Hè? We hebben onze ING-rentepunten ingeleverd en we hebben een koffiezetapparaat besteld. Een echte in plaats van een Senseo. Baby! Oh, ik kijk hier zo naar uit. Kunnen we eindelijk lekkere koffie zetten. Dus we gaan zo gelijk koffiebonen kopen. En dit pakketje is al helemaal leuk. Kijk nou wat lief van Bonnie. De buttons. En de kaartjes. Zo leuk. Kijk eens aan, bij de katten staan er ook op. Ja, natuurlijk. Uitbreiding, gezinsuitbreiding. Yeah. We eten ons laatste Hello Fresh gerecht. En deze is zo ongelooflijk lekker. Heerlijk herfstig. Naast de pompoentjes. En wisten jullie dit? Er staan hier soms grappige weetjes. Dat er in paprika meer vitamine C zit dan in sinaasappelen. Ik wist het niet, jij? Ik dacht echt heel veel meer in sinaasappel. Chantal is gezellig op bezoek vandaag. En we waren even aan het bijkletsen, want ik heb je eigenlijk helemaal niet meer gezien na de bruiloft, hè? Nee, sinds de bruiloft niet meer. Nee, dus het was wel leuk om even te horen hoe jij dat hebt ervaren en zo. En natuurlijk omdat ik nog op huwelijksreis ben geweest. Maar nu gaan we even lekker broodjes halen of zo. Ik heb echt behoorlijk trek. Jij? Ja, ik ook wel. Dus dat gaat wel goed komen, want gelukkig regent het nu niet meer. Het heeft echt de hele ochtend vet vies geregend. En ik zag ook dat het heel hard waaide volgens mij, maar nu ziet het er wel oké uit. Ik ben even gezellig met mams in de stad. We zijn even bij Luc om een koffietje te drinken. Het is hier altijd zo gezellig. Lekker botanisch plekje. En vanavond eten we lekker met mam. Zuurkool toch? Zoveel zin in. Echt lekker. Maar goed, we moesten eerst nog eventjes langs een winkel hier voor mam de jurk. Want die gaf een beetje af. Maar volgens mij wordt het wel goed geregeld. Ik denk wel dat ze het goed gaan regelen. Wat denk jij? Ja, ik denk het ook wel. Wel netjes opgelost. Komt wel goed. Ja. Oké, hier hou ik van. Go Luc Utrecht. Super goed. Dit is trouwens mijn outfitje vandaag. Ik heb deze trui aan van H&M. Broek van Lovies en mijn Puma's. Oh, huh? Eén box. Pijp is omgeslagen en één niet, maar oké. En weer een beeld in ochtendjas. Het is donderdagochtend en omdat ik al zoveel beelden heb, omdat ik nu het weekend erbij had getrokken, ga ik de vlog afsluiten en doe ik deze keer de vlog van donderdag tot en met zondag in plaats van vrijdag tot en met zondag. Om het niet al te lang te maken. Dus ik zie jullie graag weer in de volgende video. Doei doei!